Het is vrijdag, goedemorgen trouwens, zeg ik eigenlijk nooit. Vrijdag 28 januari, 9:10. En ik zie dat minister-president Rutte, die was gisteren, zat hij aan tafel te eten met de Slovaakse president. En dat was om, die foto is genomen door Bart Maat, om 18:42. En hij is ook weer naar huis gegaan. Kijk, hij was na afloop van een bezoek aan de Slovaakse premier Eduard Heger. Het bezoek staat in het teken van de samenwerking tussen Nederland en Slowakije op Europees gebied. Maar om 9:09 gingen Bart Maat, de ANP-fotograaf, en Rutte dan weer terug naar Nederland. Maar hoe zit het dan met die quarantaine, Bart? Rutte, die is onschendbaar, die is Teflon, die krijgt nooit corona. En, maar hoe zit het dan met Bart Maat? Een ander mens, nou ja, zomaar een vraag, joh. Daar is het, hoe heet het nou? Binnenhof. En ik ga gewoon, net zoals vorige week, ga ik daar staan. En ja, mensen gaven allerlei tips. Daar hadden wij ook al eerder aan gedacht, dat Pieter misschien daar gaat staan. En livestreaming, en dat ik in een kamertje bij Zeiss Inkwart ga zitten. Mogelijk. Om dan commentaar te geven. Maar voorlopig doen we het even met twee cameraatjes. En joh, we tonen jullie de beelden van wat gebeurt hier eigenlijk allemaal. Ja, er zijn heel veel schandaaltjes op de achtergrond gaande. Kijk, we hopen natuurlijk allemaal dat Rutte 4 zo snel mogelijk valt. Maar het liefst met een hoop narigheid. Ja, want we zijn Rutte natuurlijk allemaal heel erg zat. Ja, ja. Het is 8:45 en dan komt de belangrijkste man van de formatie. Hij is samen met Sophie Hermans en Stefan Schoven betrokken bij het afdekken van de tevendeal met Kees Helman. Nou, hij heeft ook een oud barreltje, hij zet daar zijn fietsje neer. Plaatsvervangend secretaris-generaal van Algemene Zaken, Bart van Poelgeest. Hij vindt het altijd zwaar kloten als wij hem zien. Ik doe niks, maar gewoon wij registreren enkel en alleen maar voor thuis en voor het nageslacht. Van joh, wie zijn die mensen eigenlijk? Bart van Poelgeest. En het draait erom, koek koek, het draait erom die tevendeal, Kees Helman, van der Steur is gesneuveld op Stelten en Teven. En toen zei ze, het ging om voordeel van 2,7 miljoen gulden, toen werd het 4,7 miljoen gulden. Maar wat blijkt nou uit een, even stil, kijk Bart, daar gaat hij. De ene hoogste man van Mark Rutte. Hij loopt op met iemand die ik dan niet ken, nog niet. Rugzakjeppie. Ja, we hebben een hele grote rugzak. Een hoop narigheid zit erin. Een hoop dossiers. Een hoop teringzooi. Maar het gaat erom. Bas Haan heeft in het boek De Rekening voor Rutte. Heeft Bas beschreven van dat het mogelijk meer dan 22 miljoen gulden voordeel heeft gehad. Kees Helman. Plus, dus, maar dat is, daar zijn nooit vragen over gesteld. En 2 jaar geleden, ik meen in 2020, kwam Teven met een soort biografie of met een boekje over zijn hoogte- en dieptepunten uit. En daarin had Teven ook aangegeven dat het meer dan 4,7 miljoen gulden was. Dus, maar ja, dat is, hebben heel veel Kamerleden over het hoofd gezien. Ik niet, ik heb het allemaal gelezen. Ik heb nog sommige mensen wel ingelicht van, joh, stel eens even Kamervragen, maar ze deden helemaal niks. Ja. Nou ja, het is een mooie vrijdagochtend. Daar is de vlag hangt in top bij Gea van Kraaijkamp, de secretaris-generaal, de bazin van Kajsa Hollongren. Nee. Jawel. Vrijdagochtend, 9:05. Bijna 9:05. Op het plein, de terrasjes zijn weer ingericht. Nou, ik had die persconferentie niet gezien, ook niet gehoord. Maar het blijkt dus dan weer dat die terrassen open gaan. Met of zonder QR-code, geen idee, want ik volg die uitzendingen niet. En daar is natuurlijk het clubhuis van Joris Demmink. Dat is ook al open. Er is een technofeest aan de hand volgens mij. Technofeest bezig. Of zou het een dimmer zijn of een ledlampje? Ik
Het is 9:05, vrijdag. De paaltjes worden weer neergezet. Voor de mainstream media. Wij mogen niet over deze streep heen. Dat is verboden. Het is 9:15 en daar in de verte zie je de verslaggever van de Telegraaf naar het binnenhof lopen. Met een camera en met een microfoon. Den Haag. Vandaag. Op afstand bekeken. Dus bij het ministerie van Defensie. De Zamboni, het plein. Het is 9:55 en daar gaat Ron Krachten van RTL4 stiefelt langs Sociëteit de Witte. Clubhuis van Joris Demmink naar het Binnenhof om zijn taak uit te voeren. Scherpe vragen stellen aan Rutte en Co. Ik zag een laser te beleven hier. Nou ja, ik moet toch registreren. Persstroom binnen. Groningen hebben een mondkapje op buiten. BNR. Aan de vorm. Gaat wel gebeuren. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Hey. Dat is Rutte. Hoe kan dat nou? Moet hij niet in quarantaine? Hij is net geland. Mark Rutte, net uit het buitenland, loopt zonder mondkapje naar binnen. Hoeft ook niet in quarantaine. The Man of Steel. Heel erg allemaal. Het is 9:30. Ik hoor net van Pieter dat Rutte is gearriveerd om 9:30. Even voor 9:30. Dus die is gisteren in Slowakije geweest. Ook nog een plek waar Demmink en Heineman huis hebben gehouden. Daar ga ik straks je iets meer over vertellen. Slowakije. Ik zie daar in de verte met die blauwe jas. Dat is Laurens van Putten van Hollandse Hoogte ANP. En daar is de ingang van Algemene Zaken. De fotograaf met een mondkapje buiten lopen. Ja, eerst zie ik met die ruitjesjas en Jeroen, zijn cameraman, vanavond te zien bij Bo of Jinek of Humberto. Tot ziens.
Een 3 man van handhaving. Mogelijk bij de auto van Soumaya Sala. Nee, is niet waar. En dat is een plekje op het hoekje van de brasserie. Dat is meestal een plek waar de woordvoerders op hun minister wachten. Het lijkt Bernard Wientjes wel. Voormalige topman van VNO-NCW. Een van de meest belangrijke mensen van Nederland ooit. Nou ja, ooit. Meneer Wientjes, toch? Hoe laat je het zo? Ja, hè? Goedemorgen. Goedemorgen. Slapend lid was u toch van de VVD, toch? Ja, toch? Zo is het. Dag. Daar gaat Bernard. Hij is het nog ook. Dat is Bart Maat. Hij is een dagje vrij, zegt hij. Maar hij is hier toch. En hij was gisteren met Rutte in Slowakije. Oh, stiekem mee kan kijken. Oh, hij is niet vrij, want hij is toch aan het fotograferen. Nou hoop ik niet dat de jongen hier in de buurt komt, want... Charlotte van SBS6 heeft ook een mondkapje op buiten. Om krachten niet. Goed zo, Ron. Goed bezig. Charlotte is SBS6 is John de Mol. Daar is Anita van der Ende, directeur-generaal Europese samenwerking. Anita van der Ende is ex Thesaurier-generaal geweest. Thesaurier-generaal ben je de schatkistbewaarder van Nederland. Anita van der Ende. Haar vriend of man of echtgenoot is Erik Wiebes. Het is 9:50. Ik zie daar een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Met een minister. Oké, de woordvoerder wordt opgehaald. Dat is ook al apart. Volgens mij is dat Christian Rehberger. Christian Rehberger is Thesaurier-generaal. Hij is de schatkistbewaarder. Hij weet waar de 5,1 miljard is van VWS. Christian die wordt beschermd door Wopke Hoekstra. Hij is minister van Financiën. Ik dacht dat het Christian Rehberger was. Belgen zijn er ook. Geen idee wie die man is. Allee. De vallende sterren. Daar gaat 9:56. Daar gaat de woordvoerder met zijn peper en zoutbaard met Wopke Hoekstra, de nieuwe minister van Financiën. En ik heb begrepen dat Christian Rehberger, de Thesaurier-generaal, ook is gearriveerd. En dat is de belangrijkste man van Financiën. Maar waar zijn die 5,1 miljard euro dan gebleven, Christian Rehberger? Wopke Hoekstra wordt daar opgevangen door... hoe heet hij ook alweer? Ja, Eer.
halve zon met een mondkapje daar, een journalist. En als het goed is, gaan de billen dan zo over op Pieter. Bobke Hoekstra, Den Haag vandaag. Daar is Bobke Hoekstra. Nu minister van Buitenlandse Zaken. Hij was minister van Financiën. Hij is te vroeg al hier bereiken. Raad is World Economic Forum. Daar komt Sigrid Kaag, eerste vicepremier van Nederland. Kaag is World Economic Forum D66. Deze man die komt altijd voor me staan. Hij is DKTB. Ik blijf eigenlijk altijd netjes. Hij gaat een beetje voor mijn beeld staan. Mevrouw Kaag, Sigrid Kaag. Den Haag vandaag. Sigrid Kaag, die moet natuurlijk Christian Rehberg verdedigen. Mevrouw Kaag die gaat een papiertje aanpakken. Maar ja, mevrouw Kaag, waar is de 5,1 miljard van VWS? Christian Rehberg weet het. Thesaurier, generaal. Daar komt Carola Schouten. En hier is een fotograaf, die is te laat, want ik heb er eerder in de picture. Daar gaat ze. Carola, volgens mij, wat was ze nou? Joh, armoedebeleid, weet ik het. Ze zat op landbouw, maar ze heeft nou een andere titel gekregen. Nou, daar komt Jair weer met Jeroen. Nou, wat ga je nou weer uitkramen? Dat zei ik ook allemaal. Even van je neus zitten. Nou, mevrouw Schouten, vertel maar eens. Voorheen was er altijd extra bewaking bij Carola, maar dat is nu niet meer het geval. Daar is de derde vicepremier, Carola Schouten. Armoedebeleid is er nu van. En pensioenen. Schouten is ook World Economic Forum. Veel lachen. Zo, naar binnen. Nul vragen. Van de pers, heet Leentje, nul vraag. Hakjes. Oh,
Ah, daar is Klaas Knot. Trilateral Commission, directeur van de Nederlandse Bank. Hij zit ook bij het FSB, Financial Stability Board. Ik zag zojuist ook Pieter Hazekamp van het CPB naar binnen gaan. Echt een hoog overleg. Klaas Knot is ook oud thesaurier generaal geweest, schatkist bewaren. Zeer groot financieel overleg wat er nu gaande is. Heel apart. Christian Rehenbergen, Anita van der Ende, Klaas Knot. Ja, dus, bijzonder overleg vandaag. Ja, wat me net een beetje opviel bij Klaas Knot, hij had een beetje een rood voorhoofd. Had. Misschien een zonnebankje of anders. Maar Klaas Knot is directeur van de Nederlandse Bank. Voorzitter van Raad van Commissarissen is Wim Kuiken. Wim Kuiken is oud secretaris-generaal van de Algemene Zaak geweest. Klaas Knot, die hoort eigenlijk ook kroonlid te zijn van de SER, van de Sociaal-Economische Raad. Maar daar staat hij niet in. Maar als je directeur bent van de Nederlandse Bank, dan ben je automatisch ook SER-kroonlid. Zo heb ik dat wel eens gelezen. Ik ga het nog wel even opzoeken. Remmelswal! Het is 10:50. Ik wil je even een screenshot uit de staatsalmanak. Hans Heineman, die was inspecteur inspectie posten buitenland. Het voeren van de plaatselijke inspectie van de posten in het buitenland. En Heineman, daar gaat het verhaal van dat hij samen met Demmink in Slowakije op jacht was naar de jonge jongens. Het verhaal was afkomstig van Libor. En die was 7 jaar lang de vriend van Joris Demmink. Libor was een Tsjechische pornoacteur. Hij acteerde, hij was de hoofdrolspeler in pornofilms. Mogelijk ook kinderpornofilms. Maar ik moest even aan Slowakije denken, omdat Rutte daar gisteravond even heen en weer was gegaan. Samen met Bart Maats trouwens. Die heb ik zojuist nog even gezien en gesproken. Ik heb niet gevraagd of hij in quarantaine was geweest. Bart Maats was vrij vandaag, maar hij was hier wel met zijn camera. En van jou begreep ik, Pieter, dat er veel financiële mensen waren. Ik was vergeten, Hoekstra is nu van Minfin naar Buza gegaan. En Rehenbergen is, heb je gezien toch? Ja, klopt. Christian Rehenbergen, de man die het liefst niet gezien wil worden. De man van de 5,1 miljard euro. Daar is hij voor verantwoordelijk. Eigenlijk hoort hij verhoord te worden. Maar hij zit nu bij Algemene Zaken. Net als Rutte. Hij is weer naar zijn werk gegaan, toch Rutte? Ja, maar ja, we hebben het gewoon even vandaag geregistreerd. Het is een mooie zonnige dag. Mooi weer om lekker op het strand te lopen. Mazzel.